Ik heb een datum. Het is vandaag een spannende dag. We gaan namelijk naar het AVL, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, voor de second opinion. Dus heb ik een goede keuze gemaakt? Een plaktattoo van wenkbrauwen. Oh my god. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Nou dames en heren, ik heb een datum. 7 december gaat die date zijn. Ik ga dan geopereerd worden. Ik ben blij, maar ook schijt ik in mijn broek tegelijkertijd. Ja, moet er eerlijk in zijn. Het is, het is toch wel iets wat daadwerkelijk iets gaat veranderen aan de buitenkant, zeg maar. Het is niet zomaar iets wat van binnen gebeurt en waar je verder toch niks van ziet. En ik vind het spannend, maar ik ben wel heel blij dat ik een datum heb. De dag ervoor krijg ik, moet ik ook naar het ziekenhuis en dan krijg ik wat radioactief spul ingespoten, geloof ik. En met een blauwe vloeistof, zodat ze dat tijdens de operatie kunnen zien. Want dat loopt zo naar je lymfe toe. En dan zouden ze dus de schildwachtklier moeten vinden. En morgen, want het is vandaag zondag. Morgen ga ik naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Helaas kan Sergio niet mee, want die moet werken. Mijn moeder staat ook helemaal volgepland. Dus we gaan Jessie Silver een extra dagje naar de opvang brengen. En dan gaat mijn oudste zus Jennifer mee. Dus dat is wel heel erg fijn. Wel heel vroeg. Want zoals jullie weten wonen wij in Den Haag. En het ziekenhuis zit in Amsterdam. En mijn oudste zus woont in Pijnakker. En we moeten om 8:30 in Amsterdam zijn. Nou, met files en alles mee. Dus dat wordt een vroegertje. Maar ik weet niet of jullie het nog weten, maar tijdens de verrassing van na mijn laatste chemo kreeg ik dit van mijn zussen Laura en Jennifer. En aanhang natuurlijk. En dat was een soort adventkalender. En Laura had heel leuk bedacht dat als ik de datum wist, dat ik dan daarmee telkens één dingetje kon openmaken naar de datum toe. Nu zijn er al een paar dagen voorbij. Ik heb hem nog niet geopend. Dus ik kan vandaag als eerste even lekker telkens wat openmaken. Dus dat vind ik leuk. Dat ga ik samen met jullie doen. Het is vandaag een spannende dag. We gaan namelijk naar het AVL, het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, voor de second opinion. Dat duurt een hele dag. Het is heel vroeg. Mijn wekker stond om 5:30. En mijn lieve zus Jennifer die gaat met me mee vandaag. Dus die had nog vroeger de wekker. Die is er zo. Maar ik moet er een hele dag blijven. Dus als het goed is ga ik een aantal gesprekken hebben en ook al wat testjes en dat allemaal op één dag. En dan ben ik erg benieuwd wat ze gaan zeggen. Ik heb geen idee hoeveel ik jullie ervan kan laten zien. Maar ik kom natuurlijk sowieso terug met de uitslag. Ik ben er trouwens ook achter gekomen dat mijn wimpertjes het toch zo goed als hebben begeven. Dus blijkbaar kan ook na de chemo alsnog je wimpertjes uitvallen. Mijn wenkbrauwen zitten er nog meer op, maar die tik ik toch altijd even aan, want het geeft toch net even wat meer gezicht. Maar
Ja, mijn wimpertjes is niet veel meer over. Een hele goedemorgen. Nou, ik heb weer even tijd om jullie bij te praten over mijn second opinion. Want ja, de grote vraag was, heb ik een goede keuze gemaakt? Mijn keuze is namelijk amputatie van beide borsten. Ook al is er in principe geen echte indicatie voor mijn linkerborst. Huidbesparend en tepelbesparend. Nou, ik ben gisteren dus naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis geweest voor de second opinion. En als eerste ging ik me inschrijven en daarna werd ik gewogen en gemeten. Ik mocht na het introductiegesprekje mocht ik door naar de radiologie. Daar zouden ze een nieuwe echo gaan doen. Ik had ook aangegeven dat zij in het Haga ziekenhuis het magneetzaadje niet konden vinden. Althans, het klepje van mijn lymfeklier konden ze niet vinden. Dus ook het magneetzaadje konden ze niet plaatsen, zo moet ik het zeggen. En dus daar zouden ze ook nog even naar zoeken. Een arts in opleiding tot specialisme, die heeft mij even bekeken met de echo. Ze drukte een stuk harder dan in het Haga, dus ik dacht, nou, misschien gaat ze hem vinden, maar ook helaas. Zij kon hem ook niet vinden. Wat ze wel kon zien is dat de tumoren er natuurlijk nog wel zaten. En ook dat 1 à 2 lymfeklieren verdikt zijn. Ik moest toen tot 1:30 wachten. Nou, dat was geen probleem, want Jennifer, mijn zus, die was gezellig mee. Dus we hebben de hele tijd lekker zitten kletsen. Het was trouwens wel grappig, want ik moest nog even wachten voordat ik bij de radiologie terecht kwam. En toen had ze me een pieper gegeven bij de balie, zodat ik opgepiept kon worden. Dus wij nog gezellig even naar het restaurantje even wat drinken halen. En ineens werd op mijn telefoon gebeld dat ze me aan het zoeken waren. Was heel die pieper niet afgegaan. Ik kwam de hele tijd in mijn hand. Dus nou, ik rennen. Ik zweette met de tandjes. Maar goed, dat is goed gekomen. Na een paar uur had ik dus de uitslag en hebben ze eigenlijk alles met elkaar vergeleken. Dus de echo die gedaan was, maar ook alle beeldmateriaal natuurlijk van het Haga ziekenhuis. Ja, nou, zij hebben dus eigenlijk aangegeven dat zij het eens zijn met de behandeling zoals die staat. Zij zouden dus ook eigenlijk de borst helemaal amputeren. Dat kan huidbesparend. Ze vinden ook geen indicatie om het tepel eraf te halen. En dat vond ik wel een fijne om te horen. Want dat is natuurlijk ook een beetje mijn eigen keus geweest. Dus zij vonden het ook niet noodzakelijk dat mijn tepel eraf ging. Ook omdat de tumoren losstaan van mijn tepel. En de kans is gewoon klein dat het daarin komt. En als het erin komt, dan is het snel te zien. Zij begrijpen mijn keuze om mijn tweede borst er ook af te halen. Alleen, wat er wel een groot verschil is, is dat, er zijn twee grote verschillen eigenlijk, is dat zij dat niet tegelijkertijd doen tijdens de operatie. Dus in het Haga ga ik nu twee borsten tegelijkertijd laten amputeren en reconstrueren. Nou had het Haga mij ook al gewezen op eventueel risico voor infectiegevaar. Maar zij geven mij daar wel de keuze in van, nou, we hebben het je in ieder geval aangegeven. En je hebt er goed over nagedacht. Dus we gaan het doen zoals jij wil. In het AVL doen zij dat dus gewoon niet tegelijkertijd. En de reden waarom zij dat niet doen, ook al gaat het heel vaak wel goed, is dat als ik mijn goede borst bijvoorbeeld een infectie krijg, dan mag ik dus ook niet bestraald worden voor mijn rechterborst. Dus dan komt daar vertraging in. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Want ja, hoe langer jij natuurlijk op de operatietafel ligt of open ligt, hoe groter de kans op infectiegevaar. Dus zij zeggen dan liever dat je dan over een half jaar bijvoorbeeld voor die andere borst gaat. Maar toen zei ik ook, ja,
Alleen we weten hoe de situatie nu is. En dan ben je geen noodzaak meer. Hè? Mijn linkerborst is geen noodzaak. En dat zijn dus wel operaties die uitgesteld worden. En dat heb ik helaas al heel vaak over me, om me heen gehoord. Operaties, mensen die al een jaar wachten op een reconstructie, misschien wel 2 jaar. En dat die gewoon hup, op de lange baan worden geschoven. Nou ja, daar zit ik gewoon niet op te wachten. En ik weet het risico, maar ik heb het liever gewoon tegelijkertijd. Ik ben nu ook bezig om gezond te eten, om vitamine C te slikken in hoge doses. Vitamine D, dus dat ik gewoon zo goed mogelijk voorbereid ben op die operatie. En dan hoop ik gewoon dat het goed gaat. Ik ga goed luisteren naar de artsen en zoveel mogelijk rust geven aan mijn borsten. En dat daar dus geen infectie in komt of dat iets open scheurt. Ja, daar ga ik gewoon mijn best voor doen. Het tweede is dat zij in principe wel, als het kan, gelijk een siliconen prothese plaatsen. Terwijl bij mij gaan ze een tissue expander plaatsen. Dus om het, om het telkens een beetje op te rekken. Omdat zij zeggen dat de cup D eigenlijk te groot is. Nou, daar denkt het AVL wat anders over. Dus dat is wel iets wat ik gewoon nog eens even ga navragen. Ik moet, grote kans dat ik nog bestraald moet worden. Want de indicaties zijn of een aangedane lymfklier. Of dat er nog kankercellen zijn achtergebleven. En mijn leeftijd. Dus eigenlijk alleen als er niks in mijn lymfe wordt gevonden. En er geen kankercellen zijn overgebleven. Dan blijft alleen mijn leeftijd over. Dus dan zou ik eventueel kunnen zeggen van dat wil ik niet. Maar ik, dat ga ik dan wel goed bespreken. En dan ga ik kijken wat ik daarmee wil. Het is dus nog steeds niet bevestigd of... het is nog steeds niet bevestigd of er wat in mijn lymfe zit. Het kan ook gewoon een reactie zijn. Dus dat kan je ook al krijgen als je bijvoorbeeld verkouden bent. Of als je een vaccin hebt gekregen of zo. Dan reageert je lymfe daarop. Dus dat kan nog steeds aan de orde zijn. Ze zei ook dat als daar onder de 2 lymfe aan, of onder de 3 lymfe aangedaan zijn, dan halen ze gewoon die eerste eruit. En dan gaan ze nog bestralen. Maar het schijnt zo te zijn dat als je een infectie, of dat je boven de 3 aangedane lymfeklieren hebben, dat ze in ieder geval in het AVL een geheel okseltoilet doen. Of een okseltoilet. Dus dat wil je natuurlijk gewoon liever niet. Wat ik ook een belangrijk punt vond om te bespreken is uitzaaiingen. En nou is gelukkig weer bevestigd van jij hebt geen uitzaaiingen. Maar er is vaak een misverstand over uitzaaiingen. Namelijk dat veel mensen denken dat de uitzaaiingen komen via de lymfeklieren. Maar als jij een uitzaaiing hebt in je lymfeklieren, dan is dat een regionale uitzaaiing. Dan kunnen ze daar ook nog wat mee. Maar heb jij een uitzaaiing op afstand, dan is dat altijd via het bloed gegaan. Dus via bloedvaatjes. En nou, jullie kennen mijn angst voor uitzaaiingen. En dus daar heb ik natuurlijk op doorgevraagd. En ik zeg ja, stel nou dat er toch wat slechte cellen al door mijn lichaam zijn. Maar die kennen we nog niet. Of die kunnen we niet zien. Kunnen die dan alsnog vernietigd zijn, definitief vernietigd zijn door de chemotherapie? En zij zeiden eigenlijk dat het hele doel was van de chemotherapie. Dus om de tumoren te verkleinen. Bij hormoongevoelige tumoren weten ze gewoon dat niet een algehele respons zou geven. Dus dat het nu al zo geslonken is, is hartstikke mooi. Daar zijn we al heel blij mee. Maar ook om eventueel die slechte celletjes die we nog niet zien, gelijk de kop in te drukken. Dus ja, nou, dat vond ik ook alweer fijn om te horen. Dus al met al is het eigenlijk zo dat de behandeling bevestigd is. Dus zij zijn het eens met hoe we het gaan doen. Het enige wat zij dus echt niet doen is 2 borsten tegelijkertijd. Ik heb net even Jessie Silver afgezet
op de crash, althans bij de gastouder, Sergio's aan het werk. En ik heb mijn moeder een gezichtsbehandeling cadeau gegeven. En dan ga ik er zelf natuurlijk ook van meegenieten. Dus daar gaan we zo naartoe. En ik heb er zin in. We zijn weer lekker thuis. We hebben een heerlijke massage gehad. Hoe vond jij de massage, mama? Helemaal fantastisch. Ze kan ontzettend goed masseren. Het gezicht heeft ze dan gedaan. En ook de décolleté zat erbij. En de achterkant van de rug. En het was heerlijk. Had voor mij nog langer mogen duren. Ja, hè? Zo lekker. Ja, we hebben er lekker een uurtje gelegen. Maar dit is zeker voor herhaling vatbaar. En ik zag overigens ook dat ze een soort massage doen voor spondylolyse en fibromyalgie en zo. Maar ook dus spondylolyse. En dat heb ik. En dat heb ik nog niet eerder zo benoemd zien staan. Dus dat vind ik ook wel interessant om een keer te doen. Eigenlijk zouden we dit soort dingen gewoon vaker moeten doen. Ook heel fijn dat toch mijn huid er na deze behandeling ook wat rustiger uitziet. En ze heeft een soort van drainagebehandeling gedaan bij mij. Dus dat, dat ook het vocht wordt afgedreven. Ik heb wel echt een blote billen gezicht, hè, zo jongens. Oei, oei, oei. Maar goed, gaat goed komen. We zijn daarna lekker door de stad ingegaan en heb ik wat geshopt. Eventjes wat. Nou, eventjes. Ik blijf kopen voor die kleine. Maar ik kan dat toch niet laten. Even een goed passend, hopelijk goed passend regenjasje. Regenpak. En een warme jas. Lekker met voering. Waar die lekker in kan bewegen. Ik ben bij de Primark geweest. En daar word ik altijd zo vrolijk van. Ik heb dit tasje gekocht. Omdat al mijn spullen nu overal en ergens zitten. Al mijn make-up spullen. En hier kan je ze ook wat rechtop doen. Dus ik dacht, nou, dan kan ik het even wat gaan uitzoeken. En toen kwam mijn moeder ook nog met een briljante opmerking. Want ik had een leuke pyjama gekocht voor in het ziekenhuis dadelijk. Maar ze zei, ja, je moet ook nog een pyjama hebben met knoopjes natuurlijk. Dat je zo je armen erin kan doen, wat je mag. Dit niet doen. En toen dacht ik, oh ja, daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Dure pyjama pak gekocht bij de Muller. Kan ik hem natuurlijk helemaal niet aan. Niet zo slim. Ondertussen zijn de mannen ook thuis. Hallo. Love you. Love you. Dus ik heb nu deze als broek, ook wat minder heet, dus dat is wel fijn. En dan deze erboven. Ik vind het er ook nog best chic uitzien. Even kijken of het allemaal lukt met één arm. Hé, hey, is daar mijn lieve poepie? Jouw tasje. Hé, hey, liefie. Zo, ik zie het. Heb je lekker gespeeld? Ja. Wauw. Lekker. Wat zeg je? Ja hoor. Nou kon ik deze natuurlijk ook weer niet laten liggen, want I love Winnie the Pooh. En met een mooie tekst. Sometimes the smallest things take up the most room in your heart. Precies. Deze kon ik ook gewoon niet laten liggen. Dus een haarborstel. Ik dacht, ik kan het maar vast in huis hebben. Voordat ik weer haar heb. Ik kon hem toch niet laten liggen, poepie? Zeg nou maar eens nee. Ja, en verder heb ik, omdat ik tegenwoordig ineens geen wimpers meer heb bijna, heb ik ook deze gekocht. Dus ik ben benieuwd hoe deze gaan zijn. En even wat leuke nageltjes. En een nagellakkie. Goedemorgen. Ik ben vandaag weer bij Esmeralda geweest, bij B-Line. Waar ik dus bezig ben om
mijn lichaam wat meer in shape te krijgen, wat gezonder te gaan eten en wat af te vallen. Vooral vet natuurlijk, niet spier. En vandaag hebben we weer opnieuw gemeten en de resultaten waren super. We zijn nu ongeveer 2,5 week bezig. Ik geloof dat ik 5 keer ben geweest. Ondertussen natuurlijk gezond eten en aan de andere kant dus bezig met die elektrische impulsen om mijn spieren te trainen. En dat was een goed resultaat. Ik ben 2,8 kilo kwijt in dus, laten we zeggen 2,5 week. Dus dat is super. En in totaal ben ik 18 centimeter kwijt. En dat is zeg maar ongeveer gemiddeld 2 centimeter per onderdeel. Dus dat is helemaal super. Ik ben 2,5% aan vet kwijt. Ik ben 0,3 kilo aan spier bijgekomen. Dus dat is helemaal super. Dus eigenlijk ben ik nog meer afgevallen. Alleen ik ben dus ook 0,3 kilo aangekomen aan spier. Nou, ook mijn vochtgehalte is wat omhoog. Mijn metabolische leeftijd is nog steeds 46. Dat is een beetje jammer. Maar ja, dat komt nou eenmaal door mijn schildklier en de overgang. Dus ja, dat zal vast nog wel beter worden. En ook mijn vet om mijn organen heen is met 1 punt gezakt. Dus ik ben heel blij en we gaan gewoon lekker door, zodat ik zo goed mogelijk de operatie inga. En fingers crossed dat die gewoon doorgaat en dat ik niet word afgebeld. Want anders staan we met de familie ook met een spandoek voor het ziekenhuis. Nou, vorige keer zei ik natuurlijk al dat mijn wimpers toch helaas wat zijn uitgevallen. Mijn wenkbrauwen zitten er op zich nog op, maar zijn ook heel licht. Mijn haar hierboven is ook vrij licht. Maar nu zag ik iets wat me heel grappig leek om uit te gaan proberen. En dat zijn magnetische wimpers. Dus die ga ik met jullie uitproberen. En daarnaast heb ik ook iets super grappigs. Ik pak hem er even bij. Even kijken waar ik het nou weer gelegd had. Oh ja. Een plaktattoo van wenkbrauwen. Hoe grappig is dat? Dus ik ga even kijken hoe dat eruit ziet en of het wat is. Fake, fake, fake. Kijk, wat dus handig is dat je aan die kant ziet hoe ze erop staan. En aan deze kant zit de plakkant. Dus dan kan ik even kijken hoe ik hem wil hebben. Als ik hem echt zo aan elkaar doe, dan zit hij wel wat dichter naar binnen dan dat ik normaal heb. Maar goed, we gaan het gewoon even proberen. Ik heb een hele natte doek, want dat moet altijd met die plakdato's, hè. Dus het is wel handiger om het te doen zonder dat je al make-up op hebt. Nou. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ah, is. Ja hoor, ze zitten. Het duurde even. Het is een krim om het erop te krijgen. Even doorhebben. Hé, jongens. Het is gewoon een plak ertoe. Kijk dan. Nou, dat is één. Nu mijn wimpers. Nou, nu ga ik deze uitproberen. Bovenlesjes en onderlesjes. En dan moet ik dus door middel van eigenlijk een soort van eyeliner. Daar zit dus ook wat magnetisch spul in. Zou die dus ook op moeten plakken. Werkelijk geen idee. Ik ga het gewoon proberen. Ik kom erachter dat ik toch geen goede heb besteld. Dit is een niet voor hieronder zoals ik het had geïnterpreteerd. Maar dit is gewoon eentje boven, eentje onder. En die moet je dan klemmen tussen je eigen wimpers. Welke wimpers? Dus ik moet echt eentje hebben die gaat eigenlijk met zo'n eyeliner werkt. Wij zijn even naar de Bogaard geweest om mijn nieuwe wimpertjes op te halen. Dus die wel met een eyeliner gaan. En nu kwamen we thuis met dit. Oh my god. Wat is dat, Reggie? Wat is dat, Mo?
Zo, nou, we hebben hem te pakken hoor. De magnetische wimpers met een kwastje en een zwarte magnetische eyeliner. En dat zou ik dus nu op mijn ogen moeten aanbrengen en dan zou ik moeten plakken. Ik ben benieuwd. Ik heb ook nog dit grappige make-up doosje gekocht waar dus een ledlampje op zit, zodat ik me goed kan zien. Ik ga het gewoon even proberen. Nou, hij is in ieder geval mooi zwart. Niet schrikken, it's me! Ja, ik ben even aan het experimenteren geweest met de make-up wat ik had gekocht. Die lippenstift past gewoon niet bij wat ik hierboven heb gedaan. Maar dat maakt even niet uit. Ik wilde even weten hoe die valt. Die zit gewoon weer goed. Ik heb dus de wimpers gekocht met de magnetische eyeliner. En dat ben ik even gaan uitproberen. Je schijnt wel even 2-3 keer zo'n lijntje te moeten zetten. En dan kan je inderdaad dat magnetische wimperdingetje er zo opzetten. Hij klikt eigenlijk gewoon een soort van vast. Dus dat is best wel geinig. Ik vind hem wel een beetje te beschaafd om eerlijk te zijn. Want alleen als ik echt omhoog kijk dan zie je die wimpers. Maar ik zou het ook wel leuk vinden dat als ik gewoon zo kijk dat je ook de wimpers ziet. Maar goed, we blijven lekker experimenteren en hopelijk groeien mijn eigen wimpers gewoon weer snel genoeg aan. Voor nu zeg ik, vond je dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. Ik ben weer heel benieuwd naar jullie reacties. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Ciao!